En dat deden ze toch maar in zo'n korte tijd. En dat was het voor deze week, lieve kijkers. Tot de volgende keer. En vergeet vooral niet te abonneren. En dit is echt een soort midlife crisis of zo. De meeste mannen kopen een motor, maar Ruben wil per se zo'n videoblogger, ja. Ja, natuurlijk wil ik hem steunen. Ik weet gewoon niet hoe. En we gaan gelijk door naar de laatste vraag. Die is voor jou, Peter. En Pony123 vroeg aan ons. Hoe komen jullie eigenlijk aan zoveel views? Ja, dat zeggen we niet, weet je, zei het ook. Eén tip die we wel kunnen geven, is dat je van alles kan doen voor de views. Alles voor de views. Alles voor de views. Niks is te gek. Er zijn geen grenzen. Nee, die grenzen zitten in je hoofd. Denk gewoon out of the box. En dan zien we jullie volgende week weer bij een nieuwe aflevering van... Lekkere Jongens op YouTube. En dat is hoe de bison zijn prooi verslindt. Duitsland wordt dit jaar insgesamt 800.000 vluchtelingen. De grenzen zijn nog altijd open. Per dag komen er zo'n 8.000... Hey, zet eens terug. Ja, maar dat is zo true. England really Ik heb het nu al 1000 keer gezien. Europa. Overal hebben ze het over hetzelfde. Helaas komen de landen steeds meer te zitten met onvoldoende plaats. En voor ze Schat, ik heb een fantastisch idee voor mijn vlogs. Echt? Wat goed, wat is het dan? Vluchtelingen. Vluchtelingen? Ja, wat als ik nou videofilmpjes ga maken van hoe ik een vluchteling help? En hoe kom je aan een vluchteling dan? Dit is dus waarom deze tijd van het jaar zo belangrijk is voor de paren om te grazen. Wat is dit nu? Kan ik u helpen? Wie bent u? I not speak, Oh, so, what's your name? You look very awful. Mick. How did you get here, Mick? I'm from Syria. I come to Netherlands. Syria? Did you flee from the war? I don't see any boats. It's a joke. Do you want to come in? Yeah? Yes. Okay. Het is wel goed zo. Oh, oké. Okay. Ja. Nee, dit is prima. Ja? Ik heb alles, dankjewel. Oh, Schat? Schat? Onze reporter sprak met verschillende vluchtelingen. So, how have you been managing so far? We get the clothes from the help back. There's a... These people. Do you know these people? Enough for everyone. So there are huge food shortages. There's only two... And a woman, no? Ik heb een nieuwe YouTuber ontdekt en dit is wel eentje om in de gaten te houden. Ja, nou, dames en heren, Ruige Ruben doet, die heeft een vluchteling meegenomen in zijn huis en die doet het allemaal dingen over onze samenleving uitleggen. Lekker bezig, Ruben. Lekker bezig. Dus check vooral zijn video uit hieronder en dan zien we jullie volgende week terug bij Lekkere Jongens op YouTube. Zoals jullie zullen zien, voelt Mick zich al helemaal thuis. En om oorlog te voorkomen, slaap ik vanavond al op de bank. Ja, alles voor je gasten. Ik zat me rot vannacht, Ruben. Waarom heb je godsnaam op de bank geslapen? Ik had nog een leuk video-ideetje. Die heb ik nog even om mij gezet. Was dit je ideetje dan? Ja. Je hebt me gefilmd terwijl ik sliep? Ja, dat lijkt me wel een schattig item. Maar dat raakt de kijker echt. Ja, je ziet er inderdaad heel schattig uit hoor, man. Ik vind het echt een beetje te ver gaat nu hoor. Hoe lang gaat het nog zo door?
Hallo? Hoi Ruben, met jullie Vermeer van Digizine. Want eigenlijk is het best wel een gek verhaal, hè? Hoe Mick bij jullie terechtkwam. Nou, ik zag haar zo staan en ik dacht meteen, zij is echt zielig. Dat is een zielige vrouw. Zij heeft hulp nodig. Meneer Vogel, namens De Jong, immigratiedienst. Wij komen voor Mick. Wat wilt u van Mick? We weten dat ze bij Utrecht is gekomen als vluchteling. Ze is bij ons onbekend, ze moet mee voor registratie. I can explain. Dit is een misverstand. Is dit wel nodig, meneer? Vluchtelingen kunnen niet zomaar zonder registratie bij ons in het land verblijven. Zij wordt ondergebracht in een tentenkamp, net als alle andere vluchtelingen. Maar zij doet helemaal niemand kwaad. En ik vind het geen probleem dat ze bij ons in huis verblijft. Wetten zijn wetten, meneer Vogel. Ruud, doe iets! Ik vind het nooit leuk meer, hoor! Ruudje? Ruudje? Ruud! Ahem.